vergeten in de regen. Mike Hoffer van Spirit. Ja. Ja, mooie overwinning. Ja, ik denk een hele belangrijke. Want die punten hadden we hard nodig, zeker tegen SV. Ja, een 6-punten-wedstrijd. Absoluut. Je gaat nu over, ook, volgens mij over JVC ook heen. En SV natuurlijk. Nou ja. Nou, je hebt eigenlijk toch wel op de nul gehouden. Hè? Want daar hebben ze een paar schoten, want ze hebben toch ook een beetje pech gehad SV. Wat dan? Ja, als jij er niet stond, hadden ze erin gegaan. Ja, daarom. Dan gaat het toch goed. Heb ik goed mijn best gedaan? Nee, ja. Ze hebben wel de kansen gehad. In de eerste helft waren ze nog wel gevaarlijk. Eén keer. Nou ja, goed. In eerste instantie zat ik hem goed uit. Daarna Twan. Tweede helft nog een keer. Nou, die paar vrije trappen, maar die schoten ze allemaal over. Dus. Maar goed, er waren ook fouten bij de verdediging van SCW. Want die eerste goal was een fout. Die tweede goal was helemaal een fout. Er stond helemaal vrij stond hij om hem in te peren. Ja, maar ja, dat is dan toch een beetje de kracht van ons. Gewoon even goed druk blijven zetten. En weten dat hun fouten kunnen maken met snelle spelers voorin, dan zou je er eventueel een keer uit kunnen komen. Vorige week tegen SAP, heel vervelend hè, die 1-0. SAP heb ik niet gespeeld, toen stond Tim Imming op doel en ik was geblesseerd. Dus dan is het alweer lekker om deze wedstrijd te mogen keepen. Wat is eigenlijk voor de wedstrijd tegen jullie? Ja, druk zetten, fel zijn, dan komt het vast goed. Nou, daar heb je gelijk in. Dankjewel. Ja. Peter Neuvel, gefeliciteerd. Ja, bedankt. Fijn om eindelijk te winnen. Dat is een 6-punten-wedstrijd, zei ik al tegen Mike Hoffer ook. Vorige keer was jij geblesseerd tegen SAP. Ja. En nu, vandaag, heb je toch wel een aantal reddingen gedaan, hè? Ja. Nee, Mike is een geweldige keeper. En ik moet zeggen, Tim heeft het ook geweldig gedaan vorige week. Eigenlijk alleen een penalty tegengekregen. Maar goed, hij pakt een paar goede ballen, dat zeker. Ja. Vandaag twee fouten in de verdediging van SCW. En jullie maken twee doelpunten. Ja. Nou, we hebben twee keer zeker goed geprofiteerd van de omschakeling en de fouten en goed erin gekomen. Maar ook een aantal andere kansen, denk ik, zeker de eerste helft, die we ook hadden moeten maken. En daar zijn we ook bezig met elkaar. Ook vorige week moeten de kansen die we krijgen, moeten we eerder afmaken. Heb je even voorbereid op deze wedstrijd? Nou, heel veel gepraat over waar onze kracht ligt. En dat is met name natuurlijk op middenveld. Heel veel lopende jongens, heel veel dynamiek. En daar moeten we het van hebben. Maar ook zorgen natuurlijk dat we het als collectief, dat we het compact houden. Dat we niet te veel weggeven. Dat is waar we mee bezig zijn. Jeroen? Ja? Ja, een beetje pech, hè? Maar aan de andere kant, het wordt binnen net ook al gezegd, pech dwing je, of geluk dwing je ook een beetje af. En dat hebben we niet gedaan. Maar ja, ik bedoel, er staat een keeper. Je staat ook zijn doel te verdedigen. Nou jongen, of je een wereldpartij speelde. Nee, absoluut. Dat doet natuurlijk fantastisch hoor. Zeker weten. Alleen met de scherpte die we vorige week hadden, als we dat vandaag ook hadden gehad, dan hadden we echt wel wat meer kansen gemaakt. Maar ja, het zat er niet in. Ja, twee fouten in de verdediging. Want die eerste was een fout en de tweede stond helemaal vrij. Had hem zo over de 10 peren. Ja, dat stond niet helemaal lekker inderdaad. Maar goed, uiteindelijk, daar verliezen we ook de wedstrijd niet op. We vergeten zelf ook gewoon te scoren en we moeten gewoon scherp aan die wedstrijd beginnen. Ja, nu zit je in de hoek waar de klappen vallen met zo'n wedstrijd. Ja, vandaag wel, ja. Kijk, er kan een hoop gebeuren in een week. En vorige week was alles Hosanna. Was het... Ja, maar ja, 5-1 tegen Kleine Sluis. Ja. Het is eigenlijk degene die hoort helemaal niet meer op dat niveau te spelen. Ja, vind ik ook iets. Ik bedoel, het is niet een heel veel mindere ploeg dan wat ik vandaag heb gezien. Alleen, het ligt gewoon bij ons vandaag. Het ligt echt bij ons. Ja, je moet strijden, dat heb ik vorige week gezien bij de Zwaarwet tegen Hollandia. Met een mes tussen de tanden speelden ze met 4-0 van Hollandia. Nou, het was gewoon, voor elke centimeter werd gestreden. En dat miste ik een beetje bij SW. Ja, absoluut. Dat deden we vorige week wel heel goed. Echt heel goed. En vandaag gespeeld bijna de volledig dezelfde ploeg als vorige week. En vandaag miste dat gewoon op een paar plekken. En was het gewoon net niet goed genoeg. En dan is het heel zuur dat je alsnog heel veel kansen creëert en kansen krijgt en die dan niet maakt. Maar ja, ik geloof er echt in dat je dat af moet dwingen en dat hebben we vandaag niet gedaan. Net op het nippertje zijn je vorig jaar gepromoveerd. Dat ging allemaal ook maar net aan. Tweede klas. Erin blijven? Nou, laten we eerst maar gewoon zorgen dat we een keer een serie wedstrijden wat punten halen en weer een wedstrijd winnen. Want ik wil daar nog helemaal niet over nadenken nu. Uiteraard is het doel en gaan we niet voor deze plek waar we nu staan. Maar ja, voorlopig moeten we eerst even structureel goed presteren en structureel punten pakken. En dat gebeurt nu niet.